Het is de grootste vakbeurs voor restauranthouders en caféhouders. De horecave, de crisis is achter de kiezen. En de ondernemers kijken weer naar de toekomst. En onze verslaggever Maarten Vegen die loopt daar al de hele dag rond. Good for you, zou ik zeggen. Maarten, al het eten en drinken gaat uiteindelijk door de mond. Maar voordat het zover is, gaat er soms wel heel erg veel aan vooraf. Er gaat heel veel aan vooraf. Ja, dat zie je hier op deze beurs. Want het zijn niet alleen zeg maar de hotels of restaurants, maar met name dat alles wat daarachter zit, hè, de producenten. En daar zie je interessante trends van dat, dat mensen het product beter willen kennen, eerder erbij willen zijn. Maar je ziet ook een contro-tendens. En dat is wat ik daarnet zag. En even niet dat hele authentieke en langzaam slow cooking. Nee, pasta en dan zo snel als het maar kan. Kijk even mee. Ja, een nieuw soort fastfood. Binnen 90 seconden verse pasta. Met saus naar keuze. We hebben 5 sauzen. Het is een gepasteuriseerde saus, dus zonder conserveringsmiddelen. Binnen 90 seconden gezond fastfood. Ja, hoe dit apparaat eigenlijk werkt is, normaal moet je pasta zo'n 10 minuten koken. Maar dit onder hoge druk wordt het in 1,5 minuut gekookt. En dan hussel je het een beetje door elkaar met een sausje. En dan heb je uit een automaat een verse pasta. Nou, een doodzonde zouden ze zeggen in Italië. Maar deze Zwitserse uitvinding, of een Liechtensteinse uitvinding, daar verwachten ze in Noord-Europa wel hoge ogen mee te gooien. Goed. Zie jij op die beurs trends die wij het komende jaar allemaal gaan meemaken? Nou, wat je met name ziet is blurring, wat ze hier zeggen. Het is wat een trendwatcher die ik net sprak. Ze zegt van ja, mensen gaan niet zozeer meer naar een winkel om alleen maar te kopen. Ze willen het eigenlijk in die winkel ook meteen eten. Of ze gaan niet zozeer naar een restaurant om eenmaal te eten. Ze willen dan die producten ook gewoon meteen mee naar huis nemen. Dus het hele idee van dat is een winkel en dat is een restaurant waar je het gaat eten, dat vervaagt een beetje. Luister ook even mee naar deze trendwatcher. Ja, je ziet een heleboel trends. In de eerste plaats gaan jongeren veel meer buiten de deur eten. Dat betekent ook dat bedrijven zich daarop aanpassen, dus zich hipper gaan gedragen. En jongeren willen heel veel meer bewust met eten en drinken omgaan. Dus ze willen liefst ook de boer zien en waar de producten vandaan komen. En ze gaan heel veel bij kleinere, hippe bedrijven kopen. En dus die hebben ook een beetje de wind in de zeilen. Dus niet alleen de grote merken, dat kennen we wel, maar juist de kleine ambachtelijke boeren die hun producten rechtstreeks aan de consument of rechtstreeks aan een restaurant verkopen. En wat je dan ook ziet is dat hier kleinere producenten die jammetjes maken, die brood maken, die kaas maken. Ja, die staan op de grote horecava met een klein steentje. Maar ja, ze denken toch de markt te kunnen veroveren. Die tijd is er rijp voor in Nederland, zeggen ze. Zo, dankjewel. Maarten Veger op de horecava in Amsterdam. Dankjewel.